Vanaf woensdag 28 april zijn de terrassen weer open. En wij gaan een kijkje nemen. Zetten. Geweldig, Marjolein. Geweldig, echt. Zeker, super fijn dat het weer mag. Ja, zeker. Gewoon even lekker happy doen nu het weer kan natuurlijk. Ja. Heerlijk, toch? Het kan weer, hè? Gelukkig. Zat. Heerlijk. Ja. Lekker aan een biertje, zie ik. Hij is weer op, dus we mogen weer een nieuwe. Heel veel zin in gehad. En het ging van zijn leien dakje. Natuurlijk een beetje warm lopen op het begin met kleine probleempjes. Maar dat ging zo vanzelf. Alsof het gisteren was de laatste dag. Maar... En wat vinden jullie van de openingstijden? Het is jammer dat je bijvoorbeeld niet 's avonds een hapje kan komen eten. Maar het is even niet anders. En ik denk dat we al blij moeten zijn dat we überhaupt op het terras mogen zitten. En dat er überhaupt wat meer mogelijk is. Zeker dat je ziet dat de druk op de zorg toch nog redelijk hoog is. Dus het is fijn dat er toch wel iets mogelijk is nu, zeker, ja. Had voor mij iets langer gemogen. Ja. Voor mij is dat niet zo'n probleem. We gaan hierna gewoon nog even door to go. En nu kan iedereen toch een beetje wennen aan toch weer in het terras in de omgeving zitten. Met andere mensen. Jammer, het zou fijner zijn als het 8 uur was. Hè? Dan kon je nog een beetje de avond, kun je hier nog lekker eten. En dat is voor de horeca natuurlijk ook wel fijn als er weer wat meer verdiend kan worden. Dus. Voor mij mag het zelfs meer eigenlijk. Hè. Mag het wat verruimd worden qua tijden en ook meer mogelijkheden, ook met een hapje eten bijvoorbeeld. Dus voor mij mag het meer los eigenlijk. Ja. Ja, in principe prima, want je moet natuurlijk ook gewoon rekening houden met de maatregelen die er zijn. Dus ik ben heel blij dat we überhaupt weer iets kunnen doen. Dus eigenlijk wel blij mee. Zo, vandaag de eerste dag voor u dat u open bent. Hoe is dat? Zwaar. Zwaar, ja? Zwaar. Zwaar. Want? Heel nieuw team, heel nieuw bedrijf, heel nieuw concept, alles nieuw. En ja, dat was zwaar, maar dat is wel heel leuk. En wat vinden jullie van de coronaregels? Ik vind het lastig. Het heeft natuurlijk allemaal twee kanten. Hè. Aan de ene kant heb je natuurlijk ongelooflijke druk op de zorg. Mensen die keihard werken om ervoor te zorgen dat de IC's niet te vol worden. Aan de andere kant heb je natuurlijk de economie, de ondernemers, de mensen die toch wel graag dingen willen doen. Dus ik vind het een heel lastige kwestie. Het heeft twee kanten. Maar ik ben in ieder geval blij dat we hier weer op het terras mogen zitten. Onder de voorwaarden zoals het nu gaat wel. Prima. Dus dat is beter als die opnames die we gisteren gezien hebben in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, noem maar op. Duizenden mensen die bovenop elkaar zitten. Ja. Dus dan is dit een prima oplossing. Nee, super. Hier kunnen we mee vooruit. Ja, het is zoals het is. We hebben ze nou te leven. We zullen het een beetje mee moeten doen. Maar is dat er ook achter? Soms wel, soms niet. Als ik zie hoe druk de parken zijn en het kan op het terras geregeld worden, op een verantwoorde manier, dan denk ik, ja, waarom dan hier op het terras? Ja. En nou het open is, ja, maken we er meteen gebruik van. Goed. Ik vind de regels op zich goed, alleen het handhaven vind ik voor sommige personen erg lastig. Ja. En ik snap het wel, we hebben allebei voor corona gehad. En ik snap het best wel voor de jeugd dat het heel moeilijk is. Maar als je die volhoudt, dan zitten we het volgend jaar nog niet. Simpel zat. Ja. En is het leven nou anders, nou de terrassen weer open zien? Nee. Het is wat je er zelf van maakt. Ja. Zwaar? Ja, zwaar. We moeten nog alles bijhouden en dan nog met masker op en anderhalf meter. Normaal die terras kan 100 mensen hebben, maar nu ja, minder. Dus ja, is nog niet zo ideaal. En de tijd die ja, vanaf 12 uur tot 6 uur. Bij ons is meer avondeten en niet, maar wij moeten nu aanpassen aan het menu voor lunch. Ja. Je eet iets net anders dan gewend, maar wij moeten wat doen. Ik hoop dat iedereen zich toch nog goed aan de regels houdt. Het zou zonde zijn als we over een paar weken weer dicht moeten. Dus hou vol, hou vol, hou vol en hou je aan de regels, alsjeblieft.